hoeken van een gipsplaat afwerken. Hoe doe je dat makkelijk? En wat zijn de nieuwste trends en kleuren op schildersgebied? Heel wat mooie dingen ga je vandaag weer zien. Dus ben je benieuwd naar deze aflevering? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Ik sta hier bij Ter Hoeven, een groothandel voor de professionele schilder, waar je al je verfmateriaal kunt halen. En zij hebben me uitgenodigd om mee te gaan naar Keulen. En ik neem je vandaag mee naar Keulen om jou de nieuwste dingen te laten zien op verfgebied. Als je nog geen abonnee bent, klik even op het gele icoontje of hieronder op de rode knop op abonneren. En we gaan snel van start. Schilder? Ja. Hoe heet je? Ik heet Bert Stoeter. Bert Stoeter, je werkt in Eefste. Eefste, oké. Ja. Je gaat naar de beurs? Ik ga naar de beurs toe en ik ben erg benieuwd wat voor leuke dingen ze daar allemaal te zien hebben. Ja, nou, ik ben ook benieuwd. Dus we gaan even kijken. Gaat het gebeuren? Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En via mijn kanaal ga je leuke schildertips ontvangen, zodat jij als doe-het-zelf het voor elkaar kunt maken. Dus als je nog geen abonnee bent, abonneer je hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Door de flexibiliteit van deze spatel kun je meer of minder druk geven in de hoeken. Met name bij oude hoeken is dit zeer handig. Hij is ook in Nederland te bestellen. de Bruno's Epoxy breng je nadat je alle roest verwijderd hebt 3 tot 4 lagen aan, met minimaal 30 tot 40 minuten tussentijd. Na de laatste laag laat je het 24 uur zitten en daarna kun je het schilderen met elk gewenste verf. Binnenkort zal ik enkele flaconnetjes gaan verloten. Deze machine is gemaakt voor het mengen van verf speciaal voor spuiterijen. Je ziet hier dat er een mal is aangemaakt met siliconen. Ik ga je ooit nog een keer laten zien hoe je een mal kunt kopiëren, dus blijf mijn kanaal zeker volgen. Na een lange dag is het weer tijd om terug te gaan en een hapje te eten bij een welbekend restaurant dat aangeboden werd door Terhoeve Verf. Laat me even weten in een reactie of je het leuk lijkt om een keer mee te gaan naar een beurs. En wie weet kan ik de volgende keer daar iets voor regelen. Ik wil je bedanken voor het kijken, vergeet niet te abonneren, gun me nog zo'n blauwe rakker en tot de volgende keer. Adios.